politie heeft donderdagavond in de Paterswoldestraat getuigen gezocht van de moord op Hagenaar Michel Gordijn, die vorige week in de bossen bij het Brabantse Bergeijk gevonden werd. In de straat in Eskamp werd al een verdachte opgepakt toen het slachtoffer nog zoek was. De politie zette borden neer en deelde folders uit. Het Zeeheldenkwartier moet langer tram 17 missen dan eerder gedacht. De tram wordt een jaar lang omgeleid. De reden is dat een gracht tussen de Noordwal en de Veenkade in Ere wordt hersteld. Eerst zou tram 17 vanaf februari volgend jaar een andere route rijden, maar dat is nu een maand naar voren gehaald. In januari gaat een nieuwe dienstregeling voor de trams in. Het Aloysius College gaat na de herfstvakantie als eerste middelbare school in Nederland lessen Poolse taal en cultuur aanbieden aan de leerlingen. De school wil in de toekomst een officieel erkend Pools examen op HAVO- en VWO-niveau. Reden is dat Nederland en Polen veel wederzijdse belang hebben en dat er veel Polen in ons land wonen.